was een chipje. Die was zo en die zat precies zo op mijn kies dat het pijn. Hoe? Dus als je een verlaagde Kia hebt. Je low Kia. Oké. Ik ga weer zoveel buikpijn krijgen. Even mijn keel schrapen. Ik heb naar pindakaas gegeten. Ik heb naar pindakaas gegeten. Daar zijn we weer en welkom bij de Scovillains. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Dennis, achter de camera staat DJ. En zoals elke keer ga ik weer iets pittigs eten. Mocht je nog niet geabonneerd hebben op ons kanaal, doe dat dan hieronder. Geef ons een like op Facebook, op Instagram, ik weet niet of dat kan, op Instagram. TikTok, volgen, doe het. En nogmaals, abonneer op ons kanaal, vinden we leuk. Dankjewel. Normaliter krijg ik een cadeautje van DJ. Dat is nu dus niet het geval, helaas. Maar ik ga een peper eten. En zoals jullie weten hebben we al eerder de Ring of Fire geïntroduceerd. Die gaan we nu weer gebruiken. En we gaan het lot laten bepalen welke peper ik deze keer moet eten. Deze pepers ga ik beoordelen op pittigheid, op smaak en op hoe erg ik ervan gezweet. Ik weet nog steeds niet waarom ik dat doe. Misschien laten we dat op een gegeven moment ook wel weer weg. DJ. Dennis. Wat heb jij voor mij vandaag? Hier is een high five. Je hebt geen enkele keer gezegd. Nou, ja. Je hebt het eindelijk al verklapt natuurlijk. Ik. Ring of Fire. Ja. Ik kom maar door met de Ring of Fire. Oké. Daar is die weer. Nieuwe kijkers misschien. Ja, zeker. Scovillains, Ring of Fire. Hier staan 12 soorten peper op. Van mild tot heel heet. Ik ga een keer aan het rad draaien. En laat het lot bepalen. Welke peper ik moet eten. Ik zeg zijn jullie klaar hoor. Let's go. Komt ie. Oh nee, de chocolate Trinidad Scorpion. Goed, ik ga het zelf maar pakken, want we hebben weer een bijzondere fruitschaal. Vruchtenschaal. Godverdorie. Dat ziet er echt lekker uit. De chocolate Trinidad Scorpion. Welke zou dat zijn? Nou. Ik heb deze nog nooit gegeten. Nee. Nee. Goed, de Trinidad Moruga Scorpion Chocolate. Iets zeldzamer dan de gewone Trinidad Scorpion. Heter, zeggen ze, dan de rode en de gele variant. Is zelfs van februari 2012 tot november 2013 de heetste peper ter wereld geweest. Vervolgens van de troon gestoten door de Carolina Reaper. Nogmaals, 100 abonnees, dan ga je lachen, want dan ga ik die eten. Tussen de 1,2 en uitschieters tot 2.009.321 uit mijn hoofd. En dat moet wel ergens, nou toch wel hier zijn denk ik, daar. Ik heb hier echt geen zin in, DJ. Ja, oké. Okay. Wil je nog iets zeggen? Ja, dat wordt leuk. Ik hoop echt dat die maar 1,2 miljoen is, zoals gemiddeld. En als het gemiddeld is, misschien wel lager. Ik ben ook benieuwd of de smaak anders is dan de normale Trinidad Scorpion. Of de rode of de gele variant. Ik ga weer zoveel buikpijn krijgen. Ja, lekker. Het leukste combo volgens mij. Ja, zeker. Oei. Ik voel hem zo door me oesophagus. Oh. Hij is inderdaad pittig, maar dat zeg ik elke keer, want ja goed, ik eet pepers en pepers zijn pittig. Ik vind hem qua smaak namelijk een beetje lijken op de habanero.
Dus wel een fruitige ondertoon. Ik heb mijn handen zo omdat ik bitter niet dood ga straks. Kijk, ik denk dat ik er een soort van salsa van zou kunnen maken. Met ui, knoflook en dan deze peper. Qua hitte, ja, pittig. Hij is zeker pittig. Niet overdreven. Groot gedeelte van mijn mond. Daar, ja, is wel redelijk verdoofd, maar het valt enigszins mee. Ik zweet ook gewoon niet. En dat komt niet vaak voor. Nee, dat komt nog misschien. En bovenlip, klein beetje. Dus smaak gaat richting, een beetje richting habanero. Fruitig. Qua pittigheid geef ik hem een... ik weet wat voor challenges er nog aankomen, dus ik denk een 7,5. Zeer pittig wel. De zweetrating is een 3, want er gebeurt gewoon niks. Apart, want ik heb een trui aan. Even een shout-out naar Westland Peppers, die ons dit pakket hebben toegestuurd. Wel gewoon betaald hoor trouwens, maar maakt van niet uit. Mocht je dus allerlei soorten pepers willen proberen, dit is het Pepper Challenge pakket. Kan je gewoon bestellen, krijg je 10 soorten pepers. Krijg je overal 2 van. En die kan je dan met je vrienden of met je vijanden delen. Dit was dus de review van de Trinidad Moruga Scorpion Chocolate. Gemiddeld 1,2 miljoen Scoville units met uitschieters tot 2.009.321. Zeker een keer proberen als je van heet houdt. Klein beetje tranenoogjes, maar dat hoort er allemaal bij. Bedankt dat jullie weer gekeken hebben. Vergeet niet op ons kanaal te abonneren en ons kanaal te liken. Op Facebook te liken, op Instagram te liken, op TikTok, flip, ook. Ik weet niet waarom ik dat deed. Maar leuk dat jullie keken en tot de volgende keer. Stay spicy! Yay!